Sommige mensen worden geboren met een kippenborst of een trechterborst. Artsen kunnen dit door middel van een operatie met pennen, zoals het Stratos-systeem, weer in model brengen. Maar wat nou als deze pennen het niet houden en ze losgaan in jouw lijf? Dit gebeurde bij 12 patiënten in het UMCG. Het materiaal is eigenlijk veel te licht ontworpen. En alleen al door de ademhaling van patiënten over een paar jaar is dat materiaal stuk gegaan. Desondanks is het materiaal wel goedgekeurd. Al dat soort materiaal wordt beoordeeld naar aanleiding van normen die zijn vastgesteld, maar niet naar aanleiding van goede resultaten. Dus al dit soort toelatingen worden gedaan zonder dat er bekend is hoe dit op lange termijn werkt. Het zou veel beter zijn als, zoals in Amerika, er eerst wordt gekeken hoe het bij een aantal patiënten op lange termijn werkt, om het pas daarna goed te keuren. Met de meeste patiënten gaat het op dit moment wel goed. Een enkeling die is nog bezig met problemen. Al die patiënten zijn dus een keer extra geopereerd, wat niet gepland was en waar ze ook niet op gerekend hadden. Maar sommige patiënten hebben toch wel problemen gekregen om hun borstkas in model te krijgen. Maar ook door al die operaties ben je natuurlijk een tijd uit de running. Enkele patiënten hebben een claim ingediend bij de producent van het materiaal.